Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben het Ritske van Konijn 5. En zoals je weet, ik heb mijn vlogcamera weer teruggekregen van Vlogpiet. En ik ben er heel erg blij mee, moet ik zeggen, dat ik hem weer heb. Want ja, voor hetzelfde geld was ik hem misschien kwijtgeraakt. Maar ik heb hem weer terug. En je hebt het ook wel gezien, want vandaag kwam ook de intocht online. Die heb ik even helemaal bewerkt en klaar. Maar goed, ik dacht, het is nu avond en ik ga mijn schoenen eens even zetten om Vlogpiet te bedanken. En hoe kun je dat dan beter doen? Door gewoon je schoen te zetten en gewoon even een mooi liedje voor Sinterklaas te zingen en misschien wel voor Vlogpiet. En ik dacht, ik ga even een liedje zingen speciaal voor Vlogpiet. En dan dacht ik in plaats van Zwarte Piet gaat uit fietsen, ga ik nu zingen Vlogpiet ging uit fietsen speciaal voor Vlogpiet. Dus Vlogpiet, hoor goed. Dit is een liedje voor jou, als je het hoort tenminste. Daar komt ie. Vlogpiet ging uit fietsen, toen knapte zijn band. Oh, wacht eens, ik herinner me iets. Ik herinner me iets, dames en heren. Ik kan het liedje ook op zijn Fries gaan zingen. Nou, komt ie dan. Ik zal even kijken als je hem kan verstaan, Vlogpiet. Misschien hoop het wel. Dit is het liedje op zijn Fries. Nee, niet Zwarte Piet. Even goed nadenken, Ritske. Vlogpiet ging uit fietsen, toen knapte zijn band. Toen moest hij weer in maar de fiets van zijn hoorn. Hij kwam in een dwapke en zei zien de smid. Ik geloof dat er in mijn achterbone een piepenutje zit. De smid moest toen laatje en plakte Vlogpiet zijn boon. Toen kon Vlogpiet weer fietsen door heel Frieske loon. Dus jonkjes en varkens, let nou eens goed op. Misschien is je zo Vlogpiet wil fietsen, maar zint achterop. Nou, dat is het liedje op zijn Fries, dames en heren. En speciaal voor Vlogpiet heb ik het aangepast. Goed, Piet. Ik hoop dat je het gehoord hebt. En anders moet ik misschien nog één keer wat luider gaan zingen. Nu ik op zijn Nederlands. Nu komt ie. Vlogpiet ging uit fietsen, toen knapte zijn band. Nou, nu moet je het wel gehoord hebben, toch? Oké, Piet, ik hoop dat je het gezien hebt, Vlogpiet. Ik hoop dat je het gehoord hebt nu. Ik hoop dat het luid genoeg is geweest. Of op zijn Fries, of zijn Nederlands, maakt mij niet uit. Maar Piet, ik hoop dat je wat in mijn schoen wil doen. In ieder geval, ik zie jullie later weer in een volgende video. Ik zal morgen kijken, als ik morgen echt wat in mijn schoen heb. Laat in de reacties weten als het gelukt is. Ik hoop het wel. In ieder geval, tot later. Doei!